Vegas, mesdames et messieurs, soyez tous la bienvenue. De logo's en de letterwoorden werden in de voorbije uren door de verschillende politieke formaties neergelegd. Je propose donc d'entamer le tirage au sort. En dat weet u, de traditie wil dat dat gebeurt door een onschuldige kinderhand. En hiervoor hebben we ditmaal een beroep gedaan op twee scholen in het Brusselse. Via lottrekking hebben we daar juist op mijn kabinet twee onschuldige kinderhanden aangeduid. En de handen van deze kinderen zullen dus nu de nummers bepalen. Groen. En CD&V-NVA. Meneer de minister, dat betekent dus dat wij geen nummer krijgen, nationaal nummer. Betekent het officieel dat wij geen nationaal nummer krijgen, meneer de minister? Ik dacht dat de uitleg uw strek was, meneer de minister. Nee, officieel niet. Strek. Wij moeten officieel wachten tot dit moment. U laat ons niet de juridische mogelijkheid om daar iets aan te doen. Wij vragen de schorsing van deze lottrekking op basis van het feit dat wij een dringende noodzakelijk advies kunnen vragen aan de Raad van State. En de Raad van State is bereid om dit vanmiddag te geven, want vanmiddag zijn ze nog in zitting. Dit is een aanfluiting van de democratie en wij voelen ons geboycott door u. Het is door u een persoonlijke interpretatie van de wet. Een persoonlijke interpretatie van de wet dat u ons niet erkent als politieke fractie. Ik ben uitredend senator. Wij hebben verschillende parlementsleden die een fractie uitmaken in het parlement. En wij hebben recht op een nationaal nummer. U vindt van niet? Dan gaan we nu verder met uw interpretatie van de vragen dat de twee aangeduide kinderen... Ik vraag de schorsing. Wij zouden vervoegen. Dit is tegen alle democratische rechtsregels. Dat is uw persoonlijke willekeur om ons uit te sluiten van deze... En het gaat om Pierre Michiels. Het is 1 uur. Goedemiddag, het nieuws met Kathleen Huys. Dit zijn de hoofdpunten. De lijstnummers voor de federale verkiezingen zijn geloot. De nummers van de lijsten voor de verkiezingen zijn vanmiddag geloot op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De ceremonie werd verstoord door Jean-Marie de Dekker. Hij is boos omdat hij niet mee mocht doen aan de lottrekking. Want de Dekker is 4 jaar geleden op een andere lijst verkozen. Een verslag van Johnny van Zevenant. Jean-Marie de Dekker had het over een aanfluiting van de democratie en persoonlijke willekeur. Zijn partij krijgt pas achteraf een nationaal nummer. Hij mocht niet meedoen aan de lottrekking omdat hij 4 jaar geleden op een andere lijst is verkozen. De lijst Dekker krijgt voorlopig geen nationaal nummer omdat die formatie vorige keer niet deelnam aan de verkiezingen. Jean-Marie de Dekker gaat verzet aantekenen bij de Raad van State. We krijgen geen nationaal nummer en dat zou wel eens kunnen betekenen dat de andere gevestigde partijen angst hebben voor lijsten Dekker. Want dan stel je vast, de interpretatie die ze gegeven hebben is, men zegt nu dat wij geen partij zijn, terwijl dat we met parlementsleden zitten, terwijl we met mandatarissen zitten van andere partijen, in heel Vlaanderen volledige kieslijsten. Dit zijn trucken die je niet kan voorstellen, maar die normaal gezien in een dictatuur aanwezig zijn. Men probeert de kiezer te overtuigen dat wij niet bestaan, dat wij niet mogen deelnemen. Strijdvaardiger dan ooit denk ik dat we zullen doorgaan, want dat is een goed signaal. Blijkbaar had men door dat de kiesdrempel ons niet zou kunnen tegenhouden. Blijkbaar zijn er andere maatregelen nodig en één, dat hebben we hier nu gezien, is namelijk dat men ons... De minister zelf van Binnenlandse Zaken, Patrick de Waal, die heeft besloten dat wij niet mogen meedoen met een nationaal nummer. Het is de kiezer die zal beslissen. Blijkbaar heeft men angst van ons. Wij worden vandaag hier totaal ondemocratisch een nationaal lijstnummer geweigerd. De traditionele politieke partijen hebben zo'n angst voor ons dat ze ons met alle middelen bestrijden. Dus ik doe hier dus eigenlijk een oproep absoluut voor het vrije woord. Voor het vrije woord, voor het in stand houden van de democratie. Zodat er daarvoor nog één partij overblijft en dat is de lijstdekker. Men heeft zodanig angst voor ons dat men ons overal tracht uit te sluiten. Wij moeten al een kiesdrempel halen. Wij krijgen geen dotatie. Alle politieke partijen zijn multimiljonair in euro's. Wij krijgen geen hamp.
geen enkele euro en toch moeten wij naar de verkiezingen. Vandaag tracht men nog ons uit te sluiten met geen lijstnummer toe te kennen, maar wij geven niet op. Wij hangen af van de stem van de kiezer, zodanig dat wij onze stem kunnen blijven laten horen.